Hele goedag. Excelsior bezorgde dit weekend Rotterdam het eerste voetbalsucces van dit seizoen. En Feyenoord boekte de eerste overwinning van de maand november. Dit is Topsport TV. De moeizame gewonnen wedstrijd van Feyenoord had gistermiddag iets Engels. Niet altijd goed, wel spectaculair. Feyenoord kwam met de 2-0 winst tegen ADO Den Haag goed weg. Na afloop was er ook vooral opluchting. Want na 3 duels zonder zegen was een overwinning wel weer noodzakelijk. Voor ons zat Hagenaar Sjaak Polak op de tribune om het duel te analyseren. Kom maar met het commentaar van het eerste doelpunt. Hoekschop Feyenoord met Bruins. Komt die bal. Vlaai 0-1. Haha! Lekker hoor! Maar die moet je gewoon niet vrijlaten. Dan desnoods een duel geven, zodat hij het niet kan koppen. Hij komt daar zo in een gedeelte bij de 5 meter, komt hij vrij. Hij snijdt hem voorlangs, ja. Hij kopt hem binnen. Dus ja, dat is een fantastische goal. Hij kopt hem echt steenhard binnen. Ja, keihard. Die bal is niet te pakken, joh. Dus wat dat betreft een prima goal. Maar hij staat er ook bekend om, hè. Hij kan heel goed koppen. Ja, een vriend van mij die stuurde gisteren een sms. Hij zegt, je gaat scoren vandaag. Nou ja, goed. Hij heeft gelijk gekregen. En ik belde hem op. En ik zeg, ja, dan moeten we even afspreken wat je doet. Nou ja, goed. Hij zegt, juich maar zoals vroeger, weet je wel. Handen recht in de lucht. En het gaat nergens over natuurlijk. Maar dat was een teken naar hem toe dat hij gelijk had. Bart Schenkelveld, wat vond je van hem? Ja, ik vond dat hij een uitstekend debuut heeft gemaakt. Als je ziet hoe volwassen hij heeft gespeeld. Ja, dat is fantastisch. Want het is niet makkelijk hoor, om in deze tijd voor Feyenoord te mogen spelen. Je moet er wel heel trots op zijn, want je krijgt niet zomaar een kans. Maar hij heeft het buitengewoon heel goed gedaan. Hij zal niet Studio Sport halen vanavond, zo moe is hij. Maar ja, hij heeft het heel goed gedaan. Het kwam vanochtend een beetje die spanning, gisteravond al. Een beetje met slapen zat ik een beetje te dromen van deze wedstrijd. Maar gezonde spanning. En ik had er echt zin in voor zo'n publiek te spelen. Jan-Erik Stouten, nu commentaar voor het tweede doelpunt alsjeblieft. Ver pikt hem op die bal. Daar moet hij komen. Daar moet hij komen. Slorry. Ja! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. La, la. Leroy Ver die ging op een gegeven moment langs de zijlijn kwam die door. Ja, en sorry, die gewoon vrij in mocht tikken. Ja, dat zijn fouten, die mag je niet maken. Want dan wordt gelijk afgestraft. Maar ik vind het wel een knappe goal. Want als je ziet hoe die bal aangespeeld werd, dat was niet makkelijk. Dus hij moest hem eigenlijk nog corrigeren. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Slory die viel wel goed in hoor. Het was dreigend. En ik had wel het idee dat hij wel een goal ging maken. Want daar leek het er wel op. De vierde plaats is natuurlijk op dit moment heel belangrijk. Je ziet dat andere ploegen ook punten halen. Ja, dan moet je dat zelf ook doen. En als je dan naar Den Haag moet, weet je één ding. Dat geen makkelijke wedstrijd wordt. Zeker niet gezien het feit dat ze natuurlijk enorm veel strijd leveren. We hebben geen goede wedstrijd gespeeld. En met name de laatste 20 minuten geven het spel helemaal uit handen. En kan Den Haag ook minimaal gelijk maken. Ik wil ABC zeker niks tekort doen. Want ik heb het hier prima naar mijn zin altijd gehad. En met Feyenoord daar heb ik al jaren niet zoveel mee. Want ik heb er wel onder contract mogen staan. Bij Excelsior mogen spelen. En het blijft gewoon een hele interessante, mooie club. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik zit hier neutraal. Maar als ik dan als een neutrale man mag beslissen, vind ik dat Feyenoord wel eigenlijk gewoon eerlijk gezegd gewoon de verdiende overwinning heeft mogen halen. Wat een middag. Ongelooflijk. In de eerste divisie staat er vanavond de regio-derby tussen Excelsior en FC Dordrecht op het programma. Excelsior zal dat duel vol vertrouwen tegemoet zien, want afgelopen vrijdag pakte de ploeg onverwacht de tweede periodetitel. Door de 2-1 overwinning op FC Os werd Excelsior bij thuiskomst in Kralingen feestelijk onthaald. Ja! De spelers van Excelsior werden vrijdagnacht als helden ontvangen op Woudestein. En dat is niet zo gek als je bedenkt dat het er lange tijd naar uitzag dat de Graafschap periodekampioen zou worden. Pas in blessuretijd maakte Noricio Nieveld de winnende treffer. Persoonlijk voor mezelf dacht van die punten zijn binnen. En
ja, zoals we wisten niet dat we de periode hadden, zeg maar. En ja, uiteindelijk bleek dat van wel, dus dat is fantastisch. We hebben dat jaren terug bij Veendam ook gehad. Toen rekende niemand op dat we dat zouden worden. Toen haalden we het ook. Dus ik moet zeggen, heel de week had ik al het gevoel dat Cambuur en Den Bosch het niet zouden redden. Dus. En dan was je volgens mij een van de weinigen binnen deze club, hè? Ja, oké, okay, maar goed. Ik loop er wat langer mee dan vandaag. Waarom mag je geen bier van de trainer? Ja, maandag spelen, hè. We zijn nu blij, maar morgen is het gewoon. We zijn morgen wel vrij, maar. Dus je staat heel de avond droog? Ja, maar het moet wel, hè. Dus we hebben uit de selectie gezet. Dus ja, ik geef hem wel door naar trainen en die houdt er wel van, volgens mij. Kijken of hij het wil. Train. Ja. Ja, ik wil er bijna schoen nemen, maar die woorden. Het staat op de camera. Hier. Trainer, mogen ze nou geen bier drinken vanavond? Ik kan hun leven niet bepalen, hè. Dus beslissen zelf wat ze moeten doen. Maar we moeten maandag weer, dus wat dat betreft hebben we wel wat wijze woorden meegegeven. Wel te rust, jongen. Gelukkig mochten de spelers nog wel even naar het supporters home om de periodetitel te vieren. Leuk voor de supporters en ze vroeg of ik een liedje wilde doen. Nou, die ken ik toevallig en dan doe ik het. Ga je het laat maken vanavond? Nee, ja, wat ik net zei, we hebben maandag alweer een belangrijke wedstrijd, derby tegen Dordrecht. Dus ik ga lekker naar het vrouwtje en de kleine toe en lekker slapen. Ja, toch wat onverwachte periodetitel van Excelsior leidt er natuurlijk ook toe dat een van de Kralingers deze week onze speler van de week is. Noricio Nieveld maakte afgelopen vrijdag de winnende en werd door onze rapporteur beloond met een 8. Rijder TV Rijnmond, we wouden graag de bloemen uitreiken aan de speler van de week en dat ben jij, proficiat. Dat was een bijzondere wedstrijd voor jou, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik speelde best wel goed. Eerste helft gaf ik een assist. In de tweede helft maak ik in de laatste minuut de goal, waardoor we de periodetitel winnen. Dat was wel mooi. En dat was ook echt jouw goal? Want dat was nog een beetje de vraag, geloof ik. Ja, dat was de vraag voor heel veel mensen, want het was niet echt goed te zien. Maar de scheids kwam zelf naar me toe. Hij zei, ja, iemand raakt hem aan. Dus ik zet hem op die naam en toen zei ik, ja, dat was ik. Geen ruzie geld met Art van Beppen? Nee, hij gunde me die goal wel. En, hij geniet ook van assist, dus dat is wel mooi. We werden niet op de hoogte gehouden van de tussenstanden. Dus we wisten ook niet dat we de periodetitel hadden gewonnen. Dat hoorden we pas later toen de trainer het veld opkwam. Dus de ontlading was toen wel groot. Ik weet niet wat je van de boemen vindt, maar waar gaan ze eigenlijk staan? We gaan gewoon midden in de huiskamer staan. Hoor. Dat zijn wel mooie bloemen en ik ben er wel trots op. En we hebben na dit weekend een nieuwe lijstaanvoerder in ons klassement. Spartaan Nick Viergever kreeg een 8 voor zijn optreden tegen PSV. En staat nu bovenaan in onze voetballer van het jaarverkiezing. Ron Vlaar en Alexander Sediga staan gedeeld tweede. Noricio Nieveld bivakkeert op de 15e plaats met een gemiddelde van 6,1. Dan handbal. Het gaat niet goed met Haro. De resultaten van de Rotterdammers baren zorgen. Doel voor dit seizoen was om de degradatiepool in de Eredivisie te ontlopen. Maar alles wijst erop dat die doelstelling niet gehaald wordt. Zaterdag verloor Haro in eigen huis kansloos van Hellas. Ik denk dat als wij op het moment dat het moet, zoals vandaag, als we dan niet thuis geven, ja, dan heb ik er geen vertrouwen meer in de toekomst. Wat we nou gewoon gaan doen, en dat was eigenlijk ook de doelstelling, zorgen dat we dit jaar erin blijven. Nou, daar heb ik het vertrouwen wordt steeds minder, maar ik heb er nog wel vertrouwen in. Maar als je er soms ook geen vertrouwen meer in hebt, wat is dan de conclusie van jou? Dat ik een verkeerde uitspraak heb gedaan, dat ik er geen vertrouwen meer in heb. Ik moet wel gewoon vertrouwen blijven houden.
vertrouwen of niet, feit is dat Haro zaterdag het belangrijke duel verloor van de gehavende concurrent Hellas. Met maar liefst 23-32. En daar is maar één term voor. Een collectieve wanprestatie. Het is heel jammer, we hebben heel veel getraind. We hebben ons goed voorbereid en kwam deze hele wedstrijd er niet uit. En we waren er helemaal klaar voor. We hadden DVD-beelden gekeken, we hebben niks aan toeval overgelaten. Alles en we beginnen als een stelletje amateurtjes. Het lukte Haro op geen enkele manier om Hellas onder druk te zetten. Sterker nog, door hun eigen toedoen stonden de Rotterdammers steeds zelf onder druk. We hebben gewoon een ploeg op dit moment waarbij de laatste tijd als het er echt om gaat, dan leggen we het mentaal denk ik gewoon af. En wij spelen op het moment dat er geen druk op de ketel staat, dan spelen wij eigenlijk af en toe spelen we fantastisch. Vorige week spelen we, staan we 16-14, staan we voor tegen de nummer 3 van de competitie van Komen terecht. En op het moment dat ze spannend gaat worden, geven wij niet thuis. Door het kansloze verlies is Haro gezakt naar de voorlaatste plek in de Eredivisie. De kampioenspool kan niet meer gehaald worden en de ploeg van Langendijk is dus veroordeeld tot het spelen in de degradatiepool. Vandaag was de allerlaatste kans om niet te ontlopen. We hebben nu 10 wedstrijden gespeeld. Als je gaat kijken, we stonden 5 doelpunten achter op Quintus, of 5 punten achter op Quintus. Ja, goed, als je deze had gewonnen, had je er misschien 3 achter staan. Dan had je altijd nog kans als je thuis zou winnen van Quintus. Maar dat kunnen we helemaal van de tafel vegen. Ik denk dat we kwalitatief een leuk team hebben. Niet de top van Nederland, maar een leuk team. Alleen als je dan mentaal niet sterk genoeg speelt, hoor je in de degradatiepool. De Open Nederlandse Kampioenschappen squash werden afgelopen week bij Victoria in Rotterdam gehouden. Titelkandidaat was de Nederlander Laurens-Jan Anjema, maar hij moest in de halve finales opgeven met een knieblessure. En eigenlijk was dat het enige smetje op dat sterk bezette squashtoernooi. Het is een Dutch Open en dan wil je ook dat de Nederlanders zo ver mogelijk komen. Zeker Laurens-Jan die gewoon goed bezig was, die fit was, die deze week ook goed stond te spelen. En die had je het liefst in de finale zien staan en zeker ook met de beker aan het einde. Maar het is topsport en blessures horen erbij en ja, helaas moest hij gisteren opgeven. Geen Laurens-Jan Anjema dus in de finale, wel de Engelsman Daryl Selby in het zwarte shirt en de Australiër Cameron Pilley. Pilley, die trainingspartner is van Anjema, was licht favoriet, maar de wedstrijd ging gelijk op en kende veel lange, hele lange rallies. Hier pakte Australiër uiteindelijk het punt na een fout van Selby, maar het was de Brit die aan het langste eind trok. Yeah, just over the moon. I've had a good start to this season. I've played really well, and this is sort of capped it all off, really. So just really, really happy to win. Hij had afgelopen maandag voedselvergiftiging. Dus niet eens zeker of hij hier zou komen. Als je dan ziet wat hij vandaag laat zien, is echt weergeloos. Yeah, on the day he played the bigger points better than me, I think. Daryl Selby, dus de terechte winnaar in Rotterdam, dat in 2011 waarschijnlijk het WK squash mag gaan organiseren. Ja, we hebben de rechten voor 2011 voor zowel de WK heren als het WK dames bemachtigd via de internationale bond. En het is dus inderdaad in Nederland en we moeten nog even definitief bepalen waar het is. Maar ja, Rotterdam is een grote kandidaat daarvoor. The tournaments that Tommy and his team run, probably the most professional in the world. De spelers zelf zien een WK in Nederland onder leiding van Berde dus wel zitten. Een squash trekt dan misschien niet de volste zalen. Naar verhouding doet Nederland het lang niet slecht. Als je gewoon kijkt, gedurende de week pakken we gemiddeld 125 man bij een wedstrijd. En dat is voor squash begrippen zeker ook afgezet tegen internationaal gewoon goed. Dus we mogen niet ontevreden zijn, maar het kan natuurlijk altijd beter. Yeah, good crowds in America. You get good crowds throughout Asia. But I mean the crowd here and the crowd last year for the Dutch Open it was as good as anywhere. Hij was vorig jaar de sensatie in de kickboxwereld. Schiedammer Gökhan Saki. Vanuit het niets werd hij derde in de K1 finale en leek de wereld aan zijn voeten te liggen. Na een jaar vol blessureleed is Saki nu weer terug op aarde. Komende zaterdag mag hij zich via een reservepartij tegen Peter Aerts alsnog proberen te plaatsen voor de K1 finale van dit jaar.
heb in maart gevochten, heb ik een botsplinter overgehouden in mijn enkel. En nu, 2 augustus heb ik gevochten, heb ik een bovenbeen en een bovenbeenspier en een buikspieren ingescheurd. Dus ik heb echt een minder jaar achter de rug. Ik ben nu bijna een jaar bezig bij Hans Kroon en ik voel me veel krachtiger en ik ben qua vetpercentage naar beneden gegaan en meer spier opgebouwd. Dus ik ben heel erg tevreden. Tijdens de training dan moet je echt afzien. Ik ben nu ook echt moe. Ik ga dadelijk ook lekker naar huis, even een uurtje slapen en dan s'avonds weer aan de bak. Dus zo gaat het elke dag door. De reservepartij houdt in, er is een 8-man toernooi. Als een van de winnaars van de 8-man toernooi dezelfde dag geblesseerd raakt en ik win mijn partij, dan kan ik dus invallen voor diegene die geblesseerd is. Als ik kijk naar die partijen wat er nu staan, dan schat ik wel 80-90% kans dat ik een kans maak om in te vallen. Peter Aerts is Marco van Basten van het K1 dan. En hij is gewoon een topper. Hij is drievoudig K1 kampioen en ik heb er echt zin in. Dus die dag ga ik het goed maken voor het hele jaar, hele slechte jaar wat ik achter de rug heb. Bob de Bouwer, jongen. Mijn god. Zou die ook in te huren zijn voor de verbouwingen? Tot zover de sport voor nu. We zijn woensdag terug, dan met Sport XS. En vrijdag zijn we, en wat de sport betreft, met FC Rijnmond, onze voetbaltalkshow. Bedankt voor het kijken. Nog een prettige dag toegewenst.